Als je op Antarctica bent, is dat zo uitgestrekt, zo groot, zo bijzonder, dat je bijna een beetje als een kleine mier in een landschap voelt van wow, gigantisch groot. En toen ik er eenmaal kwam, ja, dat is met geen pen te beschrijven. Dat komt zo binnen, dat is zo heftig. Ik zit op de Zodiac terug naar de boot toe en er zit een dame naast mij. Ik schat haar een jaar of 75 uit Amerika en ik zie tranen over haar wangen lopen. En ik vraag van, joh, is er iets? Kan ik iets voor je doen? Bezorgd natuurlijk. En ze zegt, nee, ik ben er nu voor de vijfde keer en ik blijf dit zo vreselijk mooi vinden. En ik voelde met haar mee. En dan vaar je door die ijsschotsen heen, dat breekt al alle kanten op. Je kijkt naar die gletsjers van honderden meters hoog. En dan sta je er echt zoiets van, moeder aarde, wat ben je groot, wat ben je mooi, wat ben je krachtig. Een stotter, zo'n stuk van zo'n gletsjer stotter in zee, dat is allemaal natuurgeweld natuurlijk, hè? Dat is prachtig. Ja. Je ziet letterlijk jouw footprint in die sneeuw staan. Het is een hele magische plek, vond ik zelf. Tussen de pinguïns rondlopen, vervolgens met een Zodiac terugkomen en 3 meter van je vandaan komen in één keer 2 bultruggen omhoog die een luchtgaten even schoon spuiten. Ja, dan zie je zo'n beest door dat water heen gaan. Dat is natuurlijk, ja, het is super. Je verwacht het niet. Nou, het is zo overweldigend ook weer qua ervaring, hoe dichtbij en hoe puur die omgeving is. Dat zijn van die dingen die je gedaan moet hebben, denk ik dan. Als ik zo terugdenk aan ervaring die ik heb gehad op Antarctica, dan is er één belevenis die me wel heel erg bijblijft. Dat ik daar zo'n heuvel op ben gelopen, bovenop op zo'n punt zit. Daar stond nog ook zo'n oud kruis van de oude zeevaders. En vanaf dat punt keek je zo heel mooi beneden de baai in. En de kleurschakeringen die je op in een uur tijd voorbij ziet komen. Het verplaatsen van die ijsbergen, de lucht die continu aan het veranderen is. Om dat bijzondere moment nog wat kracht bij te zetten, hebben we een klein flesje whisky hebben we opengetrokken. Ja, vervolgens hebben we getoast en hebben we nog speciaal geproost ook nog op de overleden vader van mijn medereiziger. Hey pap, deze is voor jou. En zo was het een heel bijzonder moment geworden. Ja, dan hebben die verkenners die hebben een ijsbeer gezien, gespot en daar ga je met z'n allen naartoe. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder om zo'n beestje in zijn vrijheid te zien. Hè. Die kan doen en laten wat hij wil en ja, wij moeten wegblijven van hem. Je mag hem niet storen. Hè. Toen ik een dergelijke cruise aan het maken was, met een man wist dat hij ontzettend liefhebber was van Mozart muziek. Heb ik de kapitein van het schip gevraagd van kunnen we iets regelen misschien? Kunnen we dan keihard Mozart aanzetten? En dan gaan we in ieder geval met die man en ik en waarschijnlijk nog heel veel meer mensen gaan we voor op de boeg staan van het schip en dan wauw. En hij stond daarvoor sowieso al helemaal te genieten van wauw, wat is het hier prachtig. En vervolgens wordt Mozart aangezet, langzaam eerst en heel langzaamaan schroefde de kapitein het volume op. En op een gegeven moment ja, was het alsof je in een film zat, gewoon echt keihard die klassieke muziek en dan de pure natuur. Ja, dat maakt het even zo bijzonder, echt geweldig om mee te maken. Ik vind dat de wereld in extreme mate materialistisch is ingesteld en we willen allemaal maar dingen hebben. Op het moment dat je failliet gaat, op welke manier dan ook, ben je al je spulletjes kwijt. Op het moment dat ik op reis ben geweest en ik neem een ervaring mee terug, die pakken ze je nooit meer af.
En ik denk dat je dat als mens zo verrijkt, als je weet wat er in de wereld gebeurt, wat er te zien is, wat er te beleven is, wat er te proeven, wat er te ruiken is, dat je er uiteindelijk ook een beter mens van kunt worden.